De Bouwagenda podcast. Welkom bij deze podcast van de Bouwagenda over leiderschap. 3 jaar geleden is de Bouwagenda opgericht om ervoor te zorgen dat de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de gebouwde omgeving gehaald gaan worden in 2050. Dat vraagt wel om een revolutionair andere aanpak, want om daar te komen moeten we 1000 woningen per dag gaan verduurzamen. En hoe komen we daar? De afgelopen 3 jaar heeft de Bouwagenda hard gewerkt om de condities daarvoor op orde te brengen. Innovatie staat op de kaart, er is veel geld beschikbaar gekomen om daarin te investeren. De bouw praat mee in Den Haag en we maken eerste stappen op het gebied van anders aanbesteden, zoals in de renovatieversneller, maar ook op het gebied van bruggen en sluizen. De Bouwagenda staat nu voor haar laatste jaar en de vraag is, blijft de trein vanzelf rijden met al deze condities op orde? Etty Schippers, directeur van de Bouwagenda, denkt dat er nog iets extra's nodig is. Het vraagt namelijk om doorzetten en om leiderschap. In deze podcastserie gaat zij op zoek naar wat dit precies moet zijn. In onze vorige podcast van alweer een tijdje geleden zei Kees Buijs dat het hoog tijd was om het perspectief van jongeren te gaan horen. Na een aantal afleveringen met zeer ervaren heren in de bouw. Vandaag doen we dat. We spreken met Thomas de Velde, oprichter van Suitcase en afgestudeerd op de Bouwagenda. Hij deelt met ons zijn visie op leiderschap, waarin hij oproept tot lef om ook echt anders te gaan doen. En niet het nieuwe veilig als experiment naast het huidige te doen en vervolgens weer terug te gaan naar de oude manier van werken. Hij denkt dat daar ook wel eens de sleutel zou kunnen zitten waarom opschaling op dit moment niet lukt. Omdat dat vraagt om echt met beide benen in het nieuwe te gaan staan. Hij vertelt ook hoe hij en zijn collega's al op de universiteit leerden dat je moest samenwerken. En dat je zo met andere disciplines radicaal andere oplossingen kan verzinnen. Hij deelt ook eerlijk zijn vraag en zijn zoektocht naar waar hij en zijn collega's, ambitieuze transitiemakers, het beste aan de slag zouden kunnen gaan in de huidige sector. Mijn antwoord daarop is dat zowel bij de overheid als het bedrijfsleven de behoefte aan dit soort jonge mensen die anders denken en anders kunnen samenwerken er overal is. Maar dat die vooral moet gaan zoeken naar een plek waarbij leiders zitten die ook echt zitten te wachten op deze jonge mensen. En die bereid zijn het gesprek aan te gaan. En ook het ongemak wat daar soms bij komt kijken te doorstaan. Om op die manier echt iets nieuws te kunnen gaan. Het is een leuk, enthousiast gesprek geworden. Luister vooral ook echt tot het einde. Want dan geeft Thomas nog zijn advies aan de nieuwe minister voor de bouw. En vraagt hij mij nog naar mijn toekomstplannen. Thomas, welkom. Ja, nou, mijn naam is Thomas de Velde. Ik ben 27 jaar oud, dus val nog onder de jonge mensen, denk ik. Ja. Mijn achtergrond is aan de TU Delft. En daar ben ik daar heb ik industrieel ontwerpen gestudeerd. En eigenlijk al vrij snel na mijn tweede jaar ben ik in een dreamteam gegaan, het TU Delft Solarboat team. Daar ben ik teammanager geweest en daar hebben we dus in een jaar hebben we met een team van 16 fulltime en nog een hele hoop parttimers hebben we een draagvlogenboot op zonne-energie ontworpen en gebouwd. Ja, daar leer je zo ontzettend veel van, omdat ja, je kan het allemaal leuk bedenken, maar als je het op een gegeven moment zelf in die werkplaats staat, tot aan de als je productiefouten hebt en het bloed op je handen staat, omdat het dit toch nog met de hand dingen moet gaan aanpassen om 3 uur 's nachts. Ja, dan kom je er echt achter wat het betekent om dingen echt zelf te moeten doen. En vanuit daar ben ik naar een master strategic design gegaan. En strategic design, de oude productontwerpen gaat vooral over, ja, hoe maak ik dit kopje? Hoe maak ik deze computermuis? Hoe maak ik een mooie service die past? En strategic design, dat gaat eigenlijk over, ja, hoe zorg je er nou voor dat de dingen
Dat de processen zo ingezet worden dat er daadwerkelijk ruimte wordt gemaakt om een product te maken. Dus hoe zorg je er nou voor dat het, de volgende nieuwe smartphone daadwerkelijk er komt? En eigenlijk zie je dus dat daar ook het veld van design verbreedt. Niet zozeer alleen maar het producten, maar ook naar services. Hè. Service design is die stap erbuiten. Maar daarbuiten komt eigenlijk ook dat je gaat werken naar ecosystemen. En op een gegeven moment, ja, je zou ook een bedrijf kunnen ontwikkelen zoals je een product zou ontwikkelen. Om uiteindelijk een hoger doel te kunnen bereiken. En dat intrigeerde mij heel erg. Daar kwam eigenlijk ook de connectie met de bouw. Waarbij ik gevraagd ben om mee te doen aan de Infratech in de programmacommissie. En daar hoorde ik heel erg de vraag naar innovatie. Iedereen wilde innovatie, het moest allemaal anders. Ja. En toen kwam ook nog de bouwagenda met we wilden een revolutie teweeg brengen. En nou ja, dat als net het einde van mijn studie nog steeds overigens spreekt me dat heel erg aan. Omdat daar volgens mij een mooie kans ligt ook voor jonge mensen om daarmee aan de slag te gaan. En dat triggerde mij ook om naar die bouwsector te kijken. Vanuit mijn collega's zie je dat, van mijn collega's studenten, die zijn allemaal gewoon naar grootbedrijven toe gegaan, naar banken. En daar zie je dat die verandering zo ontzettend snel gaat en dat daar ontzettend mooie dingen gedaan worden. En ik zag dat bij de bouw nog niet zo'n vlucht nemen. En dat daarvan dacht ik wel van ja, maar dan je kan wel gaan zitten waar het nu al gebeurt. Of je moet juist op de plek gaan zitten waar dat nog niet gebeurt. En volgens mij is dat de plek waar je de tofste dingen kan gaan doen. Heb je daar in je afstuderen ook een beetje naar gekeken? Naar waarom dat dan nog niet gebeurt? Of iets van de oorzaken daarvoor? Of eigenlijk de constatering dat het nog niet gebeurt? Nou ja, daar ben ik wel. Ik heb daarin het ontwerpproces centraal gesteld. En wat je. En dat is eigenlijk ook iets wat ik heel erg uit mijn solobouwtijd heb meegekregen. Is als je een doel wil stellen, en dat is in dit geval was dat een soort draagvleugelboot op zonne-energie. En dan moet je vanuit gaan dat is niet iets wat je zomaar ergens kan kopen. We maken daar ook gebruik van dezelfde materialen zoals in de Formule 1. We hebben een stabiliteitssysteem gebruikt wat nog nooit eerder op zo'n manier was gebruikt. Dan als je die doelen neerzet, dan wordt het proces wordt wel belangrijk. Dat je wel overwogen keuzes maakt om uiteindelijk daar te komen. En datzelfde zie je ook in het designproces, waarbij je wel overwogen keuzes maakt aan de hand van wat de eindgebruiker wil. En wat mij opviel in de bouw is dat proces dat wordt onderbroken. Omdat we werken met opdrachtgevers en opdrachtnemersrelaties. Waarbij het formulering van het probleem niet altijd losstaat van vaak de oplossing die wordt ontwikkeld. En wat je wil bereiken is dat je dat op een goede manier samen doet. En dat je vervolgens dus ook weer kan afvragen, ja, maar waarom doen we dit nou? Waarom is dit hetgene wat we doen? En kunnen we daar dan niet op een andere manier veel... Ja, wat misschien zelf wel kan betekenen, misschien moeten we hetgene wel helemaal niet doen. En dat is, in de bouw is dat onmogelijk. Ja, dat is wel heel spannend inderdaad. Ja, precies. Misschien moeten we het wel niet doen, ja. Ja, of op een totaal andere manier. Maar ja, als je dan net al heel simpel, als je net al een tunnelbouwer hebt aanbesteed om het te gaan doen, en je komt erachter dat je beter een brug had kunnen maken, ja, dan probeer je allemaal maar eens terug te gaan. Dus je moet ook veel eerder in het proces eigenlijk dat soort gesprekken hebben. Ja. Toch? En ik merk ook, en dat is ook wat we bijvoorbeeld met een project Match wilden doen, dat we al veel eerder die, laat eens een IT-bedrijf met een loonwerker samen kijken hoe zij het samen zouden oplossen om tot iets nieuws te komen. Dan heb je twee opdrachtnemers samen, maar wel vanuit totaal verschillende disciplines. En eigenlijk wil je dat zelfs dat nog samen kunnen doen met je opdrachtgever. En dan idealiter ook nog bij een project waarvan je zegt van ja, maar dit is exemplarisch voor hoe we het willen doen in 2050. Dit is exemplarisch voor waar het naartoe zou moeten gaan. Ook al weten we nog niet precies allemaal hoe dat eruit gaat zien, maar we denken nu inderdaad met elkaar dat dat is waar we er veel meer van willen hebben. Want dat is natuurlijk ook dan een beetje... Ja, misschien een voorbeeld waar we daar zelf al mee bezig zijn geweest. Naast dat met wat we met Suitcase doen, is veel advies aan organisaties en helpen met innovaties.
Daarnaast hebben we ook een venture builder. En een venture builder is eigenlijk een organisatie die ten doel stelt om nieuwe bedrijven neer te zetten. Dus eigenlijk dat verhaal wat ik net vertelde over de verbreding van design, heeft daar ook invloed op. Dus misschien moet je wel een nieuw bedrijf ontwerpen. Ja. En een van de vragen was vanuit de provincie Zuid-Holland, was van, kunnen jullie helpen bij het revitaliseren van de Schie? De Schie is het stuk water wat loopt tussen Delft en Delft-Rotterdam Den Haag. Ja. En daar zijn we eigenlijk met een designteam mee aan de slag gegaan. En we kwamen erachter, ja, als je meer over de weg, niet over de weg, maar over het water wil laten gaan, dan moet je ook de binnensteden in kunnen. En daarvoor hebben we nu een boot ontwikkeld en gebouwd. Met een soort overslagplatform. En die vaart nu. En die hebben we eigenlijk in een tijd van anderhalf jaar, ja, twee jaar, hebben we van het ontwerp van eigenlijk van die een soort van eerste koffiebijeenkomst op het provinciehuis tot aan, ja, je kan er nu echt op stappen. Dus als je zegt van oké, ik wil een stukje gaan varen, dan kan dat. Ja, weten te realiseren. En ik denk dat zo'n doorlooptijd heel erg kan helpen om dat gesprek te veranderen. Want nu praten we over een boot en waar je die in kan zetten, in plaats van, ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat er minder over de snelweg en we stoppen heel veel geld in oeverversterking, maar hoe kan ik dat dan weer omzetten? En ik denk dat dat een interessante slag is, want dan maak je ga je denk ik het verschil maken. En kun je nog iets zeggen ook over hoe je kwam van dat gesprek op het provinciehuis tot dat die boot daadwerkelijk gebouwd wordt? Wat is dan wat jullie doen dat gebeurt? Dat de oplossing is? Nou, wat we sowieso hadden was eigenlijk een team van jonge mensen, jonge ingenieurs, die een duidelijke vraag neerlegt. Maar uiteindelijk ook een samenwerking tussen verschillende partners die daar in meegaan. Dus we hadden ook een Nokia en een Dell en een aantal lokale raiders en zo en Cityhub. Tal van partners die ook meekeken met zo'n project. En ik denk dat dat belangrijk is en dat soort consortia helpen. Maar uiteindelijk zal het toch ook gedaan moeten worden. Er zal daadwerkelijk iets getekend moeten worden en er zal daadwerkelijk iemand iets moeten maken. En ik denk dat juist die relatie tussen eigenlijk die verschillende lagen, en dan heb je het dus eigenlijk over op coalitieniveau en op experimentniveau, dat die verbinding heel belangrijk is. En dat heel erg helpt om uiteindelijk het weer verder te krijgen. Want ik weet ook zeker dat als je alleen maar een bootje had gemaakt zonder die relatie, dan had je alleen een bootje gemaakt. En ik denk dat is wat je wil voorkomen. En wat zou jou ook idealiter, zou dit nog leiden tot iets, tot een volgende stap? Wat zou dat zijn? Nou, de volgende stap is volgens mij dat City Barge moet gaan groeien. Dat moet gewoon gaan commercialiseren. En daar zijn we nu heel erg mee bezig om daar gewoon de contracten voor rond te krijgen. En eigenlijk is daar, vanuit mijn rol, is dat daarna ook klaar. Want dat is een hele andere tak van sport weer. Maar dan zie je toch ook dat we werken daar toch ook samen met de lokale scheepsbouwer hier in Delft. En dan zie je dat we op die manier ook MKB-organisaties meenemen in zo'n verhaal. Het verschil, en dat zei je ook van ja, wat jullie doen is eigenlijk dat voorstuk met slimme jongens en meisjes van de TU Delft in dit geval. Het concept bedenken, maar het uiteindelijk produceren, ja, dat is waar die persoon weer heel goed in is. En we op die manier die volgende stap kunnen maken. En ik denk dat we op die manier ook een slimme samenwerking daarin hebben gevonden. En wij zijn nog wel betrokken bij het stukje overslag. Dus hoe krijg je van de kade in de boot? En daar zie je dat er nog een bepaalde ontwikkelslag gemaakt moet worden. En daar zitten wij daar nog wel in om die tests op een goede manier te laten gebeuren. Maar als dat, als dat werkt, dan gaan we vanuit daar, ja, is voor mij de taak daar ook weer een beetje klaar. En zie ik dat echt als, maar dat is meer vanuit mij als persoon. Wat ik daar leuk vind in om te doen. Dus, ja. Dat lijkt er ook wel een beetje in te zitten. Hè? Dat je denkt van iets minder, ik hoor jou niet over structuren en dit is waar ik van ben en dit is mijn bedrijf en dit doen we. Weet je, dat je toch ook wat meer kijkt vanuit de opgave, wat is er nou nodig?
En dan ga ik kijken hoe ik dat kan gaan organiseren. En wie daar dan het beste bij past. Klopt dat een beetje dan? Ja, dat is, maar daar zit wel structuur in. Dat is, ja. Dat is misschien wel hetgene wat er vanuit een buitenstaand perspectief zou het kunnen lijken dat we met veel dingen bezig zijn. Maar als ik kijk naar de werkwijze. En dat is dan misschien ook wel hetgene wat ik heel erg meeneem vanuit mijn studie naar wat ik nu ook aan het doen ben. Daar leer je op een bepaalde manier nadenken. Het gaat erom dat je een bepaalde waarde probeert neer te zetten. En dat je daarmee niet jezelf... In mijn scriptie beschrijf ik het eigenlijk als volgt. Dat als jij een rivier over wil en je gaat alleen met een maritiem ingenieur zitten, dan zal je altijd een boot krijgen, een pont. Als je met civiel ingenieurs gaat zitten, dan krijg je of een tunnel of een brug. En dat heeft te maken met dat je een bepaalde achtergrond hebt. Je hebt een bepaald soort manier van denken. En die manier van denken zit natuurlijk ook heel erg in de bouw. Dat sprak mij trouwens ook heel erg aan Project Match. Is dat je daar verschillende achtergrond bij elkaar gaat brengen. En vervolgens zit er daadwerkelijk wel een proces in hoe je dan ook die verschillende achtergronden samen laat werken. En dat is ook precies wat we gedaan hebben bij bijvoorbeeld het soloboot-team. Want het was eigenlijk geen boot. Het heette soloboot-team. Het was eigenlijk een vliegtuig. Dat ding dat vloog gewoon op vleugels over het water. En ja, het had een romp nodig zodat het niet zou zinken. Maar eigenlijk moesten we de lucht- en ruimtevaartstudenten laten samenwerken met de maritiem studenten. Waarbij maritiemers moesten een vliegtuig ontwerpen. En de lucht- en ruimtevaartstudenten moesten een boot ontwerpen. En ik denk dat je daar de innovatie uit krijgt. Want dan ga je nadenken over wat er echt nodig is op dat moment. Maar zeg je dan eigenlijk ook wel, eigenlijk de probeer ook eventjes te kijken naar wat wij als de bouwagenda doen. Er zat natuurlijk ook dat hele idee achter van je brengt een club mensen samen op een opgave. Zoals de renovatie van alle kunstwerken of de renovatie van de bestaande bouw naar duurzaam. Ja. En die moeten met elkaar eigenlijk iets nieuws gaan bedenken. En wij hebben ook gewoon wel, denk ik, het afgelopen jaar te kijken van wat doe je nou eigenlijk, hè, om dat ook te kunnen opschrijven en in een document te kunnen vatten en zo. En dan is het nog best wel zoeken eigenlijk naar wat het nou precies is wat wij dan doen. Want het is inderdaad het te samenbrengen. Het is een beetje losweken uit je eigen koker, hè? Want dat is natuurlijk, iedereen is geneigd, wat jij zegt, om dan in mijn terminologie ook wel een beetje dan de beleidsmensen gaan een stuk schrijven, hè? Maar dat is nu niet het als eerste wat je moet doen. Je moet eventjes gewoon nu eigenlijk gaan nadenken, hoe werkt het nou op zo'n bouwplaats en hoe krijg ik daar nou beweging naar 200.000 woningen per jaar ook nog eens. En wat dus dan nog niet eens de bouwplaats van vandaag, maar die over... dus het is een beetje losweken uit het bestaande en eigenlijk de mensen wel weer verbinden met elkaar in een soort van veilige setting ook, denk ik wel. Hè. Dat is ook wel iets wat ik in de bouw wel het gevoel heb gehad, dat er al snel het gesprek van toch een beetje we wachten op elkaar, omdat we ook niet helemaal weten of we elkaar nou echt samenwerken vanuit vertrouwen, is ook niet voor niets. Hè. Want door de bouwaffaire en al dat soort dingen was er natuurlijk is er ergens afstand ontstaan. Ja. Zijn dat ook een beetje dingen die jij herkent, van hoe jullie te werk gaan? Zeker, het is heel herkenbaar. En ik denk dat de rol die ik daarin zie, en dat is dan misschien ook, het ging ook een beetje over de rol van jonge mensen hierin, maar een bepaalde rol die ik mis en die ik vaak zie dat ingenomen wordt door bijvoorbeeld innovatie, is dat je met alleen het doel voor ogen aan de slag kan gaan. Om even terug te komen bij het soloboot-team. Daar kwam iedereen bij elkaar omdat ze die wedstrijd wilden winnen. Mm-hmm. Maar als je een groep bij wijze van die opgave van de 200.000 woningen. Als je zegt over precies 1 jaar wil ik dat de eerste schop in de grond gaat om te beginnen aan huis nummer 1. En je hebt een groep mensen die dat wil bereiken en die los van hun eigen organisatie zouden kunnen staan. Dus die niet afhankelijk zijn van een baas die zegt van ja, maar als ik er niet in zit, dan is het doei. Ja. Dan kan je heel erg vanuit het kijken naar wat er nodig is om dat daadwerkelijk te doen.
Ik denk wel dat het volgens mij wel belangrijk is dat je die organisaties erbij houdt als in de vorm van partners. Op het moment dat er een oplossing is gevonden die daadwerkelijk een verschil maakt, hè, die doordat we... je moet namelijk ook een beetje, wat ik soms merk als je vanuit iedereen vanuit je eigen belang kijkt, is als je merkt dat het brainstorm een bepaalde richting op gaat, dat mensen zich al helemaal in nauw geduwd voelen. Dan zeg ik, ja, maar als dit zo doorgaat, dan zit ik er niet tussen. Terwijl je daar juist misschien even doorheen moet gaan om er dan achter te komen dat je wel een bepaalde rol hebt. Alleen dat is een proces wat je moet doorgaan. En ik merk dat als dat gesprek gevoerd wordt met alleen die mensen aan tafel, dan is iedereen bezig met zijn eigen belang. Terwijl als er ook nog een team is wat daadwerkelijk het echte belang voor ogen houdt en gewoon doorgaat, aan wie het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wie er wel of niet bij zit, ja. Dan trek je het proces door. En dan zie je dat partijen toch weer bij elkaar komen. En dat ze dan toch weer die volgende stap willen maken. En ik merk dat, nou, dit heb ik nu op een aantal plekken al best wel veel gemerkt, dat gewoon net even een paar stappen doorgaan in dat proces. En dat kan je ook alleen maar doen als je onafhankelijk bent. Want anders dan gaan mensen dan zeggen ze, ja, dat doe je alleen maar voor je eigen bestwil. Maar als je dat echt doet vanuit een hart voor het belang, ja. Ja, dan denk ik dat je een heel eind kan komen. En wat ik zie bij misschien ook veel medejongeren van mij, die ook binnen verschillende organisaties werken, is dat zij zitten in tweestrijd met die twee belangen. Want aan de ene kant, als je iedereen vraagt die van bijna iedereen vraagt die van de universiteit afkomt, dan hebben zij een heel erg belang voor het toewerken naar de circulaire economie. Kijk maar hoeveel afstudeerscripties er gaan over circulaire economie. Dat is ook gewoon hoe je op de universiteit krijgt hoe de dingen moeten. Ja. En met die mindset willen heel veel mensen ook aan het werk gaan. Maar dan komen ze in die tweede strijd met een dubbele. Ja, belang. Dan komen ze in het bestaande terecht, waar er ook nog geld moet worden verdiend. Klopt. Met het oude. Ja. Klopt. En dan denken mensen ook van, ja, oh ja, nou ja, goed, weet je, de universiteit weet ook niet alles. En je gaat je ook aanpassen aan het oude systeem. Ja. Terwijl, volgens mij moeten we naar een ander systeem toe. En volgens mij is dat ook de transitie die we met z'n allen willen maken. En ik denk dat als we naar dat andere systeem toe kunnen, dan ja. Dat is volgens mij het grote doel. En hoe zou jij, als je idealiter mag zeggen hoe we daar naartoe gaan, hoe zou je dat dan willen doen? Of kan je er misschien ook wel niet naartoe werken en gaat dat met een Big Bang, iemand die gewoon zegt de bouw bestaat op een gegeven moment niet meer? Want... Nou ja, ik heb voor mijn afstuderen heb ik heel veel gelezen over ook transitietheorieën en hoe die verandering. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we het is wel de eerste keer dat we zelf een verandering, dat we zelf een doel stellen van waar we naartoe zouden willen gaan. Ja. Maar grote veranderingen in de wereld, dat is niet de eerste keer. We zijn ook van de paarden naar de auto's en van de zeilschepen naar de stoomschepen. Dat zijn ook grote veranderingen die we hebben gezien. En het voorbeeld wat ze vaak geven, ik denk misschien een goed voorbeeld is als je kijkt naar de elektrificering van het wagenpark in Nederland, dat we steeds meer elektrisch zijn gaan rijden. Daarin zag je dat Tesla daar een bepaalde fit wist te vinden in het huidige systeem. We zagen dat er steeds meer druk kwam, je had de dieselgate en je zag eigenlijk dat er steeds meer druk kwam op de bestaande manier van hoe we omgaan met vervoer. Er kwamen eigenlijk steeds meer gaten ook in het systeem. En eigenlijk wisten ze met de Model S wisten ze daar een plek in te vinden. Het was in dit geval het hogere segment. Een auto met 600 kilometer bereik. 0 naar 100, de supercar performance. En dat heeft daar eigenlijk zijn plek in weten te bemachtigen. En eigenlijk zie je dan dat je een fixture krijgt daarbinnen. Wat het voorbeeld geeft. En vanuit daar zag je dus dat ze, nou, nu hebben ze dus die Model 3 en dus het is nog steeds heel duur. Ze willen naar een betaalbare auto uiteindelijk. Als je op de website van Tesla kijkt, dan zeggen ze ook van ja, wij willen die transitie teweeg brengen. Ja. En misschien gaat het wel helemaal niet om Tesla, maar gaat het veel meer over al die andere merken die dit jaar met andere elektrische auto's uit gaan komen. Ja. En die daarvoor daar misschien nog helemaal niet in geloofden. Maar omdat de markt onder druk wordt gezet, en ze daar iets vinden, zie je dat andere mensen ook daarin gaan veranderen. En wat ik misschien dan nog bij de bouw, om daar de koppeling naar te maken, denk ik dat we daar meer ruimte zouden moeten hebben voor Tesla's. Voor nieuwe ondernemingen die daar echt laten zien hoe het in 2050 daar zou moeten gaan.
En dan hoeft het voor mij niet eens dat dat al een groot succes wordt. Maar het gaat er vooral om dat andere partijen denken, ik moet daarin mee gaan doen. En zie jij nu al plekken waarvan je zegt, dat zou het wel eens kunnen, zou de Tesla van de bouw kunnen worden? Ik zie dat er mensen, dat mensen het willen en dat er heel veel de bereidwillendheid is om daar naartoe te gaan. Maar dat echte doorzetten, dat we echt iemand mensen zien die ervoor opstaan en echt dat verschil weten te maken, dat zie ik nog niet. En nou ja, misschien moet ik daar nog beter voor zoeken hoor, dat kan. Maar eigenlijk zou je dat wel natuurlijk willen zien. Nou, het is ook wel interessant dat natuurlijk eigenlijk jouw opdrachtgevers, om het dan maar even zo te noemen, of hoe noem je het zelf eigenlijk? Ja, het zou, ja, opdrachtgevers. Ja. Ja. Zijn natuurlijk wel ergens op zoek naar iets nieuws. Hè? Want anders komen ze niet bij jullie. Dan gaan ze wel naar Twijnstra, Gudde of naar iemand anders die het al jaren voor hun werkt ook. Ja. Maar als je misschien een beetje cynisch, en dat mag ik van Kees Buijs niet worden, want cynisme, dat is straf voor degene die cynisch is. Maar zou je ook kunnen zeggen, dat zijn speldenprikjes. Hè? Het is ook eventjes modewoord. Ik huur jongeren in om mij te helpen en vervolgens blijf ik lekker doen wat ik altijd al deed. Ja, ik zie dat. Nou, misschien wel een mooi voorbeeld van Rijkswaterstaat, waar we dan net bij Project Match gaat over de aanbesteding van het onderhoud van de hele uitwaarde. Waarin we dat nu op een nieuwe manier hebben proberen te doen. Samen met een heel groot aantal brancheverenigingen die hierachter staan. En eigenlijk hebben we nu een soort aanbestedingsproduct. Ja, dat mag je eigenlijk niet zeggen, want elke aanbesteding is anders. Maar het is wel een. Aan de andere kant, van iedereen zegt van ja, je mag niet zeggen dat het één soort product is, want elke aanbesteding is anders. Maar aan de andere kant denk ik, ja, maar heel veel mensen zijn wel heel erg op zoek naar een product, antwoord. Ja, naar een manier om het te kunnen doen. En ik denk dat we met Project Match, dat daar iets is. En we willen sowieso ook, Project Match moet ook iets onafhankelijks worden. Dat is iets wat gemaakt is door Rijkswaterstaat en door al die brancheverenigingen samen. Dus dat moet ook vooral dat ding blijven. Maar ik denk dat als daar meer aanbestedingen naartoe gaan komen, dan denk ik dat we grote veranderingen gaan doen. Omdat daar echt wel nieuwe samenwerkingen uit kunnen voortkomen. En dan leg je wel de basis voor uiteindelijk, in dit geval gaat het over aanbesteding van 10 jaar. En heb je het gevoel dat Rijkswaterstaat dan ook wel echt daar bereid toe is om inderdaad meer projecten daar op die manier te gaan doen? Dat idee heb ik wel, ja. En dat is een aantal jaren geleden, wat was het in 2018, was natuurlijk dat rapport van McKinsey over dat het allemaal anders moet. Ja. En daarin zie je wel dat geeft wel een extra reden om het ook daadwerkelijk anders te doen. En dat merkten we ook in hoe, uiteindelijk moesten we natuurlijk ook kijken van ja, hoe kunnen we het dan doen in die aanbesteding, want dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk. En op een gegeven moment was het ook van ja, dit zou wel een manier kunnen zijn hoe we het zouden kunnen doen. Laten we maar gewoon proberen, want op de oude manier is het helemaal geen optie. En dan heb je helemaal geen innovatie. Dus ja, dan kunnen we maar beter voor de nieuwe manier gaan. En dan zie je toch ook dat zo'n rapport daar wel een impact op maakt. Dat die wel laat zien van kijk, jongens, het gaat zo niet anders. En durf ook om het skill op een andere manier te proberen. En daar zie je eigenlijk wel steeds meer openheid toe binnen de organisatie. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is ook om de ruimte te geven aan ook nieuwe spelers op de markt. Nieuwe initiatieven en dat soort dingen. Werk je bij Rijkswaterstaat ook samen daar met jonge mensen of niet per se? Want ik weet dat ze bij Rijkswaterstaat ook echt wel zo'n jongerennetwerk en zo hebben, maar... Ja, klopt. Die hebben natuurlijk een hele grote groep trainees die daarmee bezig zijn. Maar daar heb ik niet zo heel veel contact mee in dat opzicht. We hadden het al wel eerder ook dus eventjes over leiderschap. En volgens mij het woord is in jouw verhaal eigenlijk niet gevallen. Maar misschien toch nog eventjes terug. Wat is voor jou leiderschap? Ik denk, voor mij is dat je verantwoordelijkheid neemt voor hetgene wat we met elkaar hebben afgesproken dat we willen bereiken in 2050. En dat je
niet denkt, ja, dat is over 2050, dat is al lang na mijn bestuurstermijn. Maar dat jij eigenlijk ervan bewust bent dat voor ontzettend veel werk er nu al gedaan moet worden om in 2050 er klaar voor te kunnen zijn. En dat je er verantwoordelijkheid voor neemt dat jij daar ook klaar voor bent, jouw organisatie daar klaar voor is in 2050. En ik heb het idee dat heel vaak die urgentie nog niet zo, nog niet zo, niet hoog genoeg is in mijn optiek. In dat je jouw organisatie er echt klaar voor maakt dat we dan de doelen gaan behalen. Ja, want dat is denk ik wel mooi dat je zegt, hè, van het is het onderkennen van dat het nodig is. Ik denk dat daar wel de afgelopen jaren een enorme stap in is gezet. Hè, met het klimaatakkoord, met Parijs, maar ook het Nederlandse klimaatakkoord. Als je ziet dat het nu in verkiezingsprogramma's en zo, en bij toch veel bedrijven, is duurzaamheid niet meer iets van, oh, dat doe ik niet. Ja. Maar het... Dat is het moeilijke van het... van een transitie is dat je los moet laten wat je voorheen als normaal achtte. En vaak groei je ook in een bepaald patroon waar je je comfortabel bij voelt. Dat is ook de reden waarom je bestuurder ergens bent geworden. Dat is ook hetgene wat je bent. En om dat ook los te kunnen laten, dat is ook heel moeilijk. En ja, het is natuurlijk vanuit mijn kant is het altijd makkelijk om dit te zeggen. Want ja, ik ben nog jong en voor mij is het natuurlijk weer een taak om te zeggen van ja, het moet allemaal anders. Maar Ik daar wil ik ook wel echt wel begrip voor hebben. Dat niet van de een op de andere dag zo gaat. Maar ja, ik denk nee, wel... dat is ook goed, denk ik, om inderdaad dat begrip te hebben. Maar laat je ook niet, als wat je zei, van je collega-studenten meevoeren in... Nou ja, zo werkt het hier nu eenmaal. En dus doen we het niet, of kan het niet. Dat is namelijk ook waar wij natuurlijk gewoon de afgelopen 4 jaar hebben... iedere dag zitten duwen op mensen die eigenlijk zeggen, ja, maar zo werkt het niet. En dat kan niet. Nee, dat klopt ook, want we moeten het echt anders gaan doen. Ja, en hoe werkt het wel? Ja. En dat is denk ik de vraag die we met z'n allen moeten beantwoorden. En dan is het... Het moeilijke is natuurlijk van, oké, hoe je dat dan doet, ook als jong iemand, waar is dan de plek waar je dan naartoe zou moeten gaan? Als jij daar heel erg in gelooft, van, ja, bij wie zou je dan moeten gaan werken om dat echt te kunnen gaan doen? En ja, ik merk, je moet daar wel enigszins geduld voor hebben. En de tijdlijnen van jongeren is natuurlijk... geduld is niet... Ja, precies. Dat is natuurlijk ook een beetje het millennial probleem. Hè? Want, we willen alles, de wereld veranderen, impact maken, je kent het wel. Maar ja, aan de andere kant, dat is ook wel wat we willen. Dus waar je dat dan ook, waar je die... Het is ook een balans, hè? Want dat is, ik heb ook wel een tijd, ik ben niet zo jong meer. Ik ben vorige week 40 geworden, dus ook nog niet heel oud, maar toch nu wel echt niet meer jong voor mijn gevoel. En heb ook wel trainees en zo in mijn teams gehad. En dan op degene waar ik altijd echt blij van werd, die hadden een frisse nieuwe blik, maar die wilden ook echt leren. Ja. Dus die wilden ook gewoon weten hoe het zat. En niet alleen maar roepen van de zijlijn, weet je wel, het moet anders. Ja. Of ik kom even binnen en ik zeg even dat het hier helemaal, wat hier al 20 jaar zo gaat, dat het gewoon dom is. Nee, daarmee maak je niet de meeste vrienden. Nee, zeker. Hoewel het soms natuurlijk wel ook, ja, sommige mensen denken van, ik op die manier maak ik wel snel impact. Maar ik zou toch wel zeggen dat je ook bij de overheid zou moeten werken, maar ook in het bedrijfsleven. Dat eigenlijk overal er plekken zouden moeten gaan ontstaan. Maar ik ben aan de andere kant ook wel... ja, ook niet alleen maar optimistisch. Als ik dus zie inderdaad wat jij ook zegt over het huidige leiderschap, dan zie ik nog niet op alle plekken ook de bewustwording dat we dus iedereen nodig hebben eigenlijk in deze transitie. Dus dat we... en je dus ook kwetsbaar durven opstellen over je eigen toekomst. Want ja, die is toch kwetsbaar, weet je. Dus er zit ook een dat onderkennen en inderdaad mensen om je heen verzamelen die je daarbij kunnen helpen. Dat, een van de zaken waar ik dus ook naar gekeken had in mijn onderzoek,
was het eigenlijk ook van ja, hoe kun je dit dan ook binnen bestaande organisaties gaan implementeren? Want hoe kun je dat doen? Want je hebt aan de ene kant heb je soort van bijna rebelse, het moet allemaal anders. En aan de andere kant heb je ook gewoon, ja, de reden dat het allemaal zo goed gaat in Nederland, dat is niet vanwege de innovatie, maar dat is omdat we een heel goed ambtenarenapparaat heeft wat dingen gewoon netjes onderhoudt. En dat het gewoon netjes zo blijft. En dat moeten we ook erkennen. Dat is ook waarde. Ja. Dat is ontzettend waardevol. Dat is waarom we overal hoog in de lijstje staan. Ja. Alleen, dat is natuurlijk dan, neem niet weg dat die verandering er nog steeds zou moeten zijn. En waar ik uiteindelijk naar heb gekeken in hoe je dat vanuit het bedrijfskundig perspectief nog zou kunnen, een bedrijfskundig model zou kunnen aanpakken. En dan kom je echt rondom de dingen als een ambidextere organisaties. Waarin ze in de wetenschappen hebben ze het dan vaak over bijvoorbeeld een krantenbedrijf. Wat ziet dat de opkomst van internet er steeds meer komt. En waar ze mee beginnen is eigenlijk een internetafdeling met een stuk of 2, 3 mensen. Die niet van de krant afhankelijk zijn, maar echt een doel hebben om een internetkrant op te gaan zetten. Die gewoon gaat concurreren met de papieren krant. Maar die zitten niet vast aan het bedrijf. Maar ja, ze krijgen wel een kantoor. Van die krant. Dus krijgen de ruimte om er wat te doen. En wat je ziet is eigenlijk hoe sneller dat het internetbedrijf gaat groeien, hoe meer zij eigenlijk de mensen die nu bij de krant werkten, wat eigenlijk een soort van declining business is, weten over te nemen. Want ja, een content writer, ja, of je die nou voor het internet hebt of voor de papieren krant, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En op die manier zie je dus dat je 2 soorten bedrijven hebt die wel onder 1 bestuurder vallen. En dan heb je bijvoorbeeld ook een hele rare vorm van besturen. Want voor de ene bedrijf ga je het hebben over hoe je werkt aan efficiëntie en hoe je dingen beter minder kosten maakt. Voor het andere bedrijf ben je in een keer bezig met we moeten gewoon investeren in de toekomst. En dat is, dan moet je ook dat kunnen besturen. Maar misschien wel mooi dat je het ook als je het. Je moet het allebei wel kunnen, maar je hoeft het niet in hetzelfde te kunnen. Dus je hoeft niet te proberen de processen en innovatief en zo efficiënt mogelijk. En dat je het inderdaad wel uit elkaar ziet. Ja, en het moeilijke is dat we misschien hier wel ambidextere opdrachtgevers nodig hebben. Ja, hè? Maar ja, gaan we Rijkswaterstaat opsplitsen? Gaan we de gemeentes opsplitsen? Maar daar liggen misschien wel... Je ziet natuurlijk wel toch volgens mij ook... kleine pogingen daartoe in Rotterdam met het MKB-convenant is dat ze natuurlijk toen wel hebben gezegd van we gaan een percentage en eerst geloof ik maar 5 projecten, maar wel echt 5 echte projecten en we willen nu naar die stip op de horizon toe dat alle projecten in het route en de maat gezegd, dus dan ben je wel een soort van alleen die inhoudelijk in die projecten zijn die mensen die zijn nu weer bezig met hun oude projecten. Het is niet dat ze hun baan opgezegd hebben bij het ene en zich nu volledig op het andere storten. Nee. En misschien zit daar ook wel een waarom ook opschalen moeilijker is. Want een proef kun je nog naast je werk doen, maar de toekomst, er is geen ander werk meer. En ik denk maar dat is een hele moeilijke, misschien zit daar ook wel een ding van het leiderschap in trouwens. Dus als ik er zo over nadenk, dat je die stap durft te maken en echt in die nieuwe wereld gaat werken. Dat klinkt uit mijn mond waarschijnlijk weer van een jong iemand die dat zegt en zo werkt dat allemaal niet. Maar ja, als je kijkt naar de theorie van transitie, dan gaat dat over dat we anders kijken naar hoe we de dingen ingericht hebben. En daarmee ook hoe wij werken en ook hoe wij, hoe de businessmodellen werken. Ja, want dat is het dan een beetje, hè? Van je krijgt het al snel, dat je ook eigenlijk nieuwe businessmodellen moet zien te creëren of op kleine schaal te bewijzen waardoor men dan durft over te stappen. Ja. Want dat uiteindelijk is het natuurlijk wel, als je ziet ook de Steve Jobs en de Elon Musk, die hebben natuurlijk gewoon zelf gedacht dat ze de wereld wilden verbeteren via een nieuw bedrijf. Ja. En zijn dat gaan doen. En wij hebben natuurlijk eigenlijk, de overheid heeft bedacht dat er een Tesla moet komen.
Maar die gaat hem niet zelf maken. Die moet anderen dat laten maken. En die, ja. Ja, en we lopen nu ook tegen de problemen aan van die manier. Het is heel Amerikaans natuurlijk, hè. Het is niet voor niets dat de Googles en Facebooks en Tesla's, het zijn Amerikaanse bedrijven. En dat, ja. Nou, dat heeft ook een andere kant. Hè? We hebben, iedereen is tegenwoordig, niemand zit meer op Facebook omdat ze het allemaal niet meer vertrouwen. En ja, dus daar zit ook een keerzijde aan. Maar ja, ik denk dat uiteindelijk moet je kijken naar waar gaat het dan uiteindelijk. Dus het is altijd een soort van een balans die je moet vinden. Maar ik denk dat als we... als je de opgave ziet, en volgens mij is de bouwagenda dat ook wel heel duidelijk aangekaart. Dat is ook waar ik enthousiast over werd. Ja, we moeten die revolutie hebben. Maar dan moeten we ook iets meer revolutionair durven denken. En dan misschien iets meer... Ja, het hoeft niet dat we het helemaal omgooien en dat het totaal anders is. Maar ja, misschien toch nog wel wat meer durf daarin. Nee, durf is wel echt nog... En dat is natuurlijk ook wel eentje dat als wij nu terugkijken over 4 jaar... dan denken we, er zijn echt wel een aantal... waar er altijd van werd gezegd, anders aanbesteden... een plek waar je kan innoveren. Dat zijn dingen, digitalisering waar flink in geïnvesteerd moet worden. We hebben een soort randvoorwaarden gecreëerd... waar die beweging zouden moeten kunnen faciliteren, in gang zetten... Maar het daadwerkelijk ook grootschalig gaan doen. En dus het bestaande echt durven loslaten. In plaats van het iets leuks naast wat we toch altijd al doen. Ja, ja, die stap, daar moeten de komende jaren wel... moeten we daarmee aan de slag. Ja. We, nou ja, inderdaad. Maar ook leuk. Ja. Ja. Dat is als ik iedereen van dat solobootteam daarover spreek... Dan hebben ze het niet over dat de boot omgeslagen is en dat er allemaal dingen verkeerd zijn gegaan. Maar dan hebben ze het allemaal over dat het een van de mooiste jaren was uit de studietijd. Dus ja. Dat ook inderdaad. Het is ook gewoon superleuk om met dit soort dingen bezig te zijn. Ja, ja, dat denk ik. Ja, dat ook. Hoop ik uiteindelijk ook dat het bouwagenda team, die soms natuurlijk nu ook nog wel even zit in... Oh ja, maar we moeten stoppen, maar we zijn eigenlijk nog helemaal niet klaar. En hoe gaan we daar dan, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Naast dat het ook gewoon super leuk is dat we 4 jaar hier aan mochten werken. Ja, ja. Ik ben ook wel benieuwd, Etty, hoe jij daar tegenaan kijkt. Van wat, als het straks afgerond is, wat zou jij willen doen? Ja, dat is een mooie, goede vraag. Ik geloof wel echt in dat je beleid moet maken met de mensen die het ook echt moeten gaan doen. Dus dat zou ik heel graag doen. Op weer en dus ook wel op die innovaties die nodig zijn voor de grote vragen die we... Kijk, en ik zei al, ik ben bestuurskundige, dus ik zit niet vast aan de baal. Maar ik zie wel, ik zou best in de uitvoering van het klimaatakkoord in de gebouwde omgeving... zie ik nog wel een paar dingen die ik nog wel zou willen aanpakken. Leuk, ja. Maar de vraag is of we die kans krijgen. Of dat we hem gewoon moeten pakken. Ik wou net zeggen. Waar je ook zit, ja. Dat is inderdaad een nieuwe manier. Hè? Is dan gewoon zeggen, je moet gewoon zoeken waar de kans dan wel zit. Ja, ja, maar van wie zou de kans gegeven moeten worden dan? Nou ja, dat is natuurlijk toch altijd een beetje het traditionele wat er toch nog in zit. Is, wij hebben natuurlijk ook nog aandeelhouders. Hè? En als die het niet willen... Dan, ja. Of dus nog te vastzitten aan het huidige. Of gewoon door het feit dat er verkiezingen komen en een nieuwe minister. En dan dingen altijd nog weer even stilvallen. Ja, ja, dat soort dingen horen er ook bij. Maar ik hoor ook wel, en daar word ik soms ook wel enthousiast van hoor. Van nog weer een gemeente die zegt, weet je, ik ben hier gewoon met een paar buurgemeentes. En de plaatselijke universiteit bezig om iets nieuws te gaan doen. Ja. En... partijen die tegen mij zeggen, die manier waarop jullie en wat jullie met je bedrijf ook doen, waarop jullie faciliteren dat nieuwe gesprek met elkaar te voeren, dat ga ik echt missen. En dan denk ik, oh ja, dat vind ik leuk. Want als iemand tegen mij zegt van ja, dat zou ik eigenlijk, heb ik nog wel iemand nodig die tegen mij zegt, ja, joh, volgens mij ben je nou weer in het oude aan het stappen. Hoe zou je het ook anders kunnen doen? Zou je er ook zo tegenaan kunnen kijken? Ja. En ik denk wel dat dat ook is wat wij, of wat ik meeneem
dat de bouw dat ook wel echt nodig heeft. Mensen die ze helpen om dat gesprek te voeren. Dus in die zin vind ik het ook hartstikke leuk dat jullie dat daar een business van hebben gemaakt. En hoop ik ook dat daar veel vraag naar blijft komen. Ik hoop eigenlijk dat er geen vraag naar komt, want dan kunnen wij... Dan is het klaar. Dat is... En wat zou je dan gaan doen als dit niet meer nodig is, dat je jezelf overbodig hebt gemaakt? Nee, het leukste wat ik vind om te doen, is om met een team ergens naartoe te werken. En ik zie dat we mensen moeten leren samenwerken. Is voor mij een tussenstap om uiteindelijk echt de vette projecten te gaan doen. Dat je echt... Dat je echt weer toe kan werken naar iets wat een verschil gaat maken. Ik klik weer lekker millennial, maar dat is misschien wel wat ik dan heel erg leuk vind om te doen. Spreekt mij wel aan hoor, nog, ook als ouder. Nee, precies. jongeren. Ja, nee, precies. Beter leren samenwerken, dat vind ik leuk, maar dat is niet ons doel. Nee, dat is uiteindelijk geen doel hoor. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Nee, alleen maar bijeenkomsten organiseren en daar mensen... Nee, dat moet wel echt op een ambitieus doel zijn. Ja, en ik denk dat daar dan maakt het ook niet meer uit of het goed of fout gaat. Het gaat erom dat je met z'n allen ergens echt naartoe hebt gewerkt. En waarvan je echt van iedereen weet, die heeft het uiterste best gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En dat hoor je altijd, hè, in die gesprekken over samenwerking, van hoe dat dan is, hè, en hoe het dan is om perfect samen te werken. Ja, maar eigenlijk zeg ik, dat gaan we ook niet leren in een cursus, dat moet je gewoon gaan doen. Want als ik je dan nog als laatste mag vragen, wij denken dan dat er een nieuwe minister voor de bouw komt. Okay. In het nieuwe kabinet, dus bij Binnenlandse Zaken, dat er dan ook een minister voor de bouw en de ruimtelijke ordening komt. Ja. Niet voor infrastructuur, dat blijft gewoon de minister van infrastructuur, maar... Mm-hmm. En als jij haar, zeggen we dan nu eventjes, nog een advies mag geven over wat ze als eerste moet aanpakken of in de bouw. Wat zou je dan zeggen? Ik zou die uitdaging die er ligt. Kijk eens of we gewoon met het verduurzamen van al die woningen. Zet er eens... een groep mensen op die na 2 jaar, waarvan je zegt over 2 jaar gaat de schep in de grond. En dan beginnen we aan huis nummer 1 van van al die anderen. En daarnaast doe je alle andere dingen die je minister ook moet doen en zo. Maar kijk in ieder geval naar die 2 jaar, wat daar dan uit is gekomen. Met ook een soort van belofte dat als dat echt goed werkt, dat je vanuit daar dat ook verder gesubsidieerd kan worden. Maar ja, idealiter dat ook dat het zichzelf kan bedrijven. Dat er ook een goed businessmodel onder zit. Ja, top. Leuk, ben benieuwd of ze het gaat doen. Ook. Dat. Misschien kunnen we het nog meegeven in onze overdracht. Ja, dat zou leuk zijn. Nou, Thomas, dank voor je tijd. Graag gedaan.